Een hele goede morgen, het is vandaag. Oh, je begint echt je vlog nu? Ja. Heftig man. Woensdag, volgens mij. Woensdag. En wij zijn ons aan het klaarmaken, want we hebben vandaag allebei afspraken. Ik ga naar Amsterdam toe, wat ga jij doen? Ik ga naar de dokter. Dokter Jan. Hij gaat weer naar de chiropractor. Het is geen chiropractor, het is een dokter. Oh ja, dat mochten we niet zeggen over hem. En ja, we hebben allebei onze afspraak vandaag. We zijn ons aan het klaarmaken. Een beetje aan het vechten voor een beetje ruimte in deze kleine badkamer. Dat klopt. Maar hè, over een tijdje niet meer, hè? Ja, wat ik net wou zeggen. We hebben vanochtend even een afspraak gemaakt. Voor volgende week. Want we gaan eindelijk keukens kijken. We hebben al eigenlijk keukens gekeken. Maar dat was, ja, dat was niet echt wat wij zochten. Toen kwam ik dus toevallig een zaak tegen waar ze echt heel mooie keukens hebben. Dus we hebben gelijk een afspraak gemaakt en we gaan er even langs. Want we moeten echt starten met badkamer uitkiezen, keuken uitkiezen, gewoon alles erop en eraan. Zo, ik heb me klaargemaakt. Mijn haar ziet er echt zo healthy uit. Lina heeft gisteren echt zo'n heel goede haarmasker in mijn haar gedaan. Ze zei dat het haarmasker zelfs beter is dan Olaplex, dus ik ga het even aanschaffen. Ik heb vandaag voor de verandering Spice, Mix Spice op mijn lippen. Het is een beetje zo'n heel warme bruine kleur. Ik heb mijn Jennifer Fisher oorbellen in. Ik heb een truitje aan van Naked en een broek van Naked. Deze trui is echt zo mooi. Echt, love it. Ik ben nu onderweg naar Amsterdam. Ik heb een afspraak met mijn manager. Ik heb haar echt heel lang niet gezien sinds de hele corona gedoe. Was eigenlijk ook niet heel erg nodig, want het was best wel stil. Maar het is wel weer fijn om even af te spreken. We hebben dus bij de Seafood Bar afgesproken. En ik ben er echt nog nooit geweest. Maar elke keer liep ik er wel langs naar Amsterdam ging. En zag er altijd wel echt best wel goed uit. En iedereen zegt altijd dat het heel erg lekker is daar. Dus ik ben echt heel erg benieuwd. Deze kleur lippen bij mij is echt zo wennen even. Dat deed ik vroeger echt altijd zo vaak op. Ik had altijd Mixed Spice of Mixed Sour op. En nu vind ik het echt heel erg donker, maar ik vind het wel mooi. En ik had laatst had ik weer Mixed Sour uitgeprobeerd. En dat vond ik echt zo roze. Ik snapte echt niet dat ik dat altijd op had gewoon. Guys, ik was er net achter gekomen dat ik dus een volle spaarkaart heb van een Starbucks. Dus ik heb ervoor gezorgd dat ik daar vandaag langs rijd. Kijk, hij is weer helemaal vol. Zo, gratis cappuccino jongens. Echt Amsterdam jongens. Ik ben het echt zat. Ik heb zelfs tegen Lisette gezegd, alsjeblieft niet in het centrum. En pff, het duurt allemaal zo lang hier. Seffer knalde net gewoon een fiets tegen mijn auto aan. Terwijl ik gewoon stil stond. Ik reed niet eens. En er knalde gewoon letterlijk een fiets tegen me aan. Ik ben echt benieuwd of ik schade heb of wat dan ook. Maar ja, goed. Gelukkig ben ik gewoon goed verzekerd. Ik deed gewoon letterlijk niks of zo. Ik stond gewoon stil. Dus eigenlijk moest ik gewoon uitstappen. Maar ik heb daar geen zin in. Sorry hoor. Ik hoop echt niet dat straks heb ik echt een dikke kras of zo erop. Want je hoorde wel echt een klap. Fucking hell. Nu ben ik weer bang. Dus toch een klap. Ja, ja. Ik ben Amsterdam zat, jongen. Donder allemaal. Ik heb echt de perfecte parkeerplaats gevonden. Ik sta gewoon geparkeerd bij PC Hoofdstraat. Top. Nu hoef ik alleen maar een minuutje te lopen. Dus ik ben met Lisette. We zijn trouwens helemaal niet naar de seafoodbar gegaan. We zijn naar Palladium. Maar kijk eens met wie ze is. Ze is zo schattig. Echt zo'n mooi kindje. En die haarbandje. Oh my god. Oh mijn god jongens, ik kan dit niet aan. Ik kan dit niet aan. Jij bent zo schattig. Jij bent zo schattig, hè? Dat is zo lief. Kijk één keer. Ik heb een zandtartaar. En zij heeft lekker een broodje carpaccio. Kijk dan. Je bent ook aan het eten, hè? Lekker frisje. Ik heb even gekeken of er schade is aan mijn auto. Ik zie hier alleen een heel klein krasje. Maar voor de rest... Ik zie niks. Nog niet. Oh, ik heb lekker gegeten met Lisette. Mijn haar is gewoon helemaal plat. Door de regen. En... Oh, auw. Oh, wat een irritant gedoe. En... Oh mijn god. Oh, mijn haar is zo plat. Ik ga nu even...
naar Emily toe. Ik moet haar even ophalen van werk. Want ik ben dus in Amsterdam nu. En ik dacht, dan rijd ik gewoon even door naar Emily met etenstijd. Maar eigenlijk heb ik dus helemaal geen honger meer. Maar dan kunnen we nog even chillen voordat ik naar huis ga. Dat doe ik meestal altijd als ik in Amsterdam ben. Dat ik even langs een vriendin ga die daar woont ofzo. Want die zie je dan toch niet zo vaak. Nou jongens, ik ben inmiddels in Amsterdam. Met de enige echte. Ik heb haar even opgehaald. We wouden eigenlijk naar, tenminste ik wilde naar Bijenkorf, maar we wouden niet naar het centrum toe. Dus zijn we even naar Amstelveen gereden. Want ze hebben hier een kleine Bijenkorf, toch? Ja. Gaan we even kijken. Dus ik ga denk ik zo heel gekke schoenen halen, hè? Want je dat ik een heel gekke keuze maak. Nee, dat is het gewoon fijn om je te halen. Ik ga echt schoenen halen die al lang niet meer hip zijn, maar ik wil ze echt zo graag. Ja, en je draagt sowieso altijd pakken. Ik laat jullie dan wel straks zien. Nou jongens, ik heb mijn schoenen toch niet gehaald. Ik ga ook helemaal niet vertellen wat het waren. Gok maar even de comments. We zijn nu bij de Starbucks, de tweede keer vandaag. Drie keer dadelijk waar ik vandaag ga eten. Baby. We gaan weer Turks eten. Ik heb alvast een Turks theetje. En ik heb vast soja besteld. Als Mirjam al met mij is, even nog een standaard. En ik word elke keer uitgelachen omdat ik fasoen heb. Ze heeft echt letterlijk elk Turks restaurant vandaag gebeld in de auto om te vragen of ze fasoen op het menu hebben. En ik heb echt nog nooit zo hard gelachen gewoon. Echt, oh. Beter dan dit kan niet. Lekker rijst met bonen. En zij heeft lekker chips geschoten. Eindelijk thuis. Ik ben best wel laat vertrokken uit Amsterdam eigenlijk. What's up, bitches? Ik was hier aangekomen, toen ben ik nog even naar de supermarkt gegaan om een beetje drinken en zo te halen voor deze avond. Gaan we lekker even voor de tv. Ik heb even lekker cola gehaald. En de laatste tijd ben ik echt gewoon into Fanta. Ik heb gewoon echt heel veel zin in Fanta. Echt die oranje, zeg maar. Wow! Oh! What the fuck doe je, Dina? Die? Zag je haar vaststelling? Dat ik wat Lion King... Dina ging keihard springen, flikkerde gewoon achterover. Ze moest zich helemaal vasthouden. Oh, dat was echt grappig. En we hebben even snacks gehaald ook voor de katten. Helemaal. Ze komen niet. Hey! Kijk, ze krijgen ook even snackjes. Wij gaan even lekker onze pyjama aandoen. En dan lekker drinken. En een beetje een paar gezonde snacks. Ik heb glutenvrije... en lactosevrije stroopwafels gehaald. En de blije beetjes ervoor. Oh ja, en we hebben suikervrije koekjes gehaald. We gaan even allemaal dingetjes proberen laten zien. Dat is dus van dit merk, Cereal. En deze verkopen ze dus bij de afdeling bewuste voeding. En ze hebben dus ook suikervrije koekjes. Oh. Deze belichting is echt heel erg ernstig, maar let daar even niet op. Ik had dus in Frankrijk had ik een nieuwe pyjama gekocht bij de H&M. En die is echt zo cute. Dit is de bovenkant. Het is roze met stippen. Echt cute. En gewoon zo'n lekkere pyjama broekje eronder. Zo'n setje heb ik gehaald. Sexy. En die ga ik nu even aan. Dat is echt totaal niet sexy. Sexy lingerie, bitches. Dit is gewoon... dat wanneer ik getrouwd ben. Dit is gewoon Mickey Mouse. Vind je het niet leuk? Als je maar 10 jaar getrouwd bent, zeg maar, dan is dit de lingerie. Ik vind het prachtig. Nee, maar meer dan gewoon grappig. Nee, ik vind het heel... Je ziet er gezellig uit. Maar je moet dus altijd sexy zijn. Nee, Holland niet. Je moet altijd sexy, maar net wat nee, je nee, nee, niet mijn grappig. Zelfs in je badjas. Vind jij dit leuk of niet? Ik vind het echt leuk. What nee, waarom maak je er grappen over als je 10 jaar samen bent, dan doe je dit aan? Want dat was stom. Het is gewoon grappig. Dit is toch... Dit is de lingerie van een getrouwd persoon. Ik doe toch ook gewoon van die nachtjurkjes en zo aan. Dat dus weet ik wel. Ik maak toch de... Jij laat toch niet dit zien? Jij laat toch niet je nachtjurkjes zien? Nee, maar dat laat ik inderdaad niet zien. Nou ja, beter ook. Oh, en nu is het beter ook. Maar net zo ja, maar ik mag dit toch doe je aan dat je 10 jaar samen bent. Ja, maar ik doe ook nachtjurkjes aan. Daar heb ik het niet over. Yes. De volgende keer laat ik jullie mijn nee, hoor, privé... Nee, dat laat je niet zien. Jawel, mijn privé collectie zien. Jullie allemaal niet mogen zien. Nee. Maar Nessie wil heel graag zeggen... We houden het bij de gezellige pyjama's. Nessie wil heel graag zeggen dat ik alleen maar dit thuis aan heb. Ja, toch? Ik heb lekker mijn pyjama aangedaan. Hij zit echt zo fijn, jongens. Ik raad deze echt aan. Nessie heeft net de koekjes geproefd, de suikervrije. Wat vond je ervan, Nini? Nou, ik proef wel dat het gezonde suiker is.
Je proeft wel als zonder suiker is. Ja. Mag ik even een hapje doen? Oh, ik vind het echt lekker. Hij is echt niet zoet. Het zijn eigenlijk een beetje droge koekjes. Ja. Maar echt gewoon heel weinig suiker. En ik vind het persoonlijk eigenlijk lekkerder dan zo'n heel zoete Milka koekje of zo. Dus ja, wij gaan lekker een filmpje kijken of zo. Ik zie jullie straks. En nu ga ik even kiezen. Zal ik een cola drinken of een Fanta? Welke Fanta heb ik genomen? Die Classic. Maar die zit wel veel suiker in. Oranje, daar heb ik gewoon zin in. Net zoals deze Fanta met de watermelon. Oké, wij gaan slapen. Nou, ik moet even mijn vlog afsluiten, anders krijg ik weer commentaar. Oh, yes. Auw! Auw! Ik ben er zo slecht in mijn vlog afsluiten, want ik heb altijd aan het begin van de vlog heel veel energie. Aan het einde wil ik niet meer. Nee, dan zie je weer zo'n tekst. Tot morgen! Thanks for watching! Dat je zo in een pan aan het roeren bent. Thanks for watching. Ja, ik heb gewoon geen energie aan het einde van de dag. Ik heb gewoon geen zin meer. En aan het begin zien wij, goedemorgen, ik ben net wakker. Vandaag is het woensdag. Nou. Leuk hoor. Wij gaan weer verder. Jalla. Mag ik mijn film afkijken nu? Zeg maar, bedankt voor het kijken. Mijn salade, bitches. Jezus.